Hallo allemaal, welkom weer op mijn kanaal. Heel leuk dat je kijkt naar deze first impression. Ik heb namelijk eigenlijk het meeste van mijn make-up al op. De ooglook die ik heb gemaakt, die kunnen jullie volgende keer zien in een video. Die heb ik opgenomen, zeg maar mijn go-to ooglook van de laatste tijd. En de lipstift heb ik op en de basis. Maar ik heb nog geen blush en geen contour op. Want dat wil ik dus doen met deze twee nieuwe paletjes van Catrice. Die heb ik vorige week gekocht. En de eerste is de Prime & Fine Professional Contouring Palette. Dat is deze. Ik zal hem even openmaken. Die heeft dus twee kleuren. Een grotere bronzer en een wat kleinere highlighter. Dit is kleur 020 Warm Harmony. Want ik vond de lichtste wel heel erg licht, zeg maar. Dus ja, ik denk dat deze kleur het beste bij mij past. Dus hier ga ik straks mee contouren. Dit mooie paletje is het Blush Artist Shading Palette. En ik vond deze kleuren wel heel erg mooi. Dit is kleur 030 Rock and Rose. Rock and Rose. En die hebben hele mooie, ja, roosachtige kleuren. Als ik het zo kan zien, is de middelste vrij mat. De buitenste heeft de shimmer en deze is een stuk lichter. En ja, misschien kun je die ook een beetje als highlight of als er overheen gebruiken. Moet maar even kijken hoe ik het ga doen. Maar in ieder geval, ik ga even beginnen met de contour. Ik ga hem even swatchen ook. Zo. Het voelt lekker zacht en niet al te poederig. En ik zal hem even zo swatchen op mijn hand. Nou, hij is wel echt mat. Hij heeft een redelijke, ja, koele kleur, vind ik. Dus hij is niet te oranje, zo lijkt het. En de highlighter voelt ietsjes droger aan, moet ik eerlijk zeggen. Iets poederiger. En die is vrij gelig. Er zit niet echt een glans in. Ja, ik vind hem een heel klein beetje, maar ik zal eens even kijken hoe dat een beetje uitkomt. Want hij voelt vrij droog en een beetje moeilijk. Als ik zo met mijn vinger erin ga, zie je wel het pigment. En ook wel wat glans, maar ik vind hem een beetje drogig aanvoelen, zeg maar. De bronzer voelt fijner aan, maar goed. We gaan even beginnen met de bronzer. Ik pak even deze contourbrush van Real Techniques. En dan dep ik hem erin en dan ga ik even hier de contourlijn zetten. Nou, die is echt super duidelijk. Nu valt het op, als de kwast erin gaat, dat het wel wat poederig wordt. Dus je moet eigenlijk heel voorzichtig doen, want ik zie dat het, ja, wat eraf komt, is een behoorlijke donkere streep. Dus die gaan we maar even verder blenden. Ik zal hem even uitblenden met een andere Real Techniques kwast. Altijd een beetje naar boven uitblenden. Ja, zo wordt hij wel mooi. Als jullie geluidjes horen, Vera die ligt hier bij me. Die is lekker aan het spelen, Vera. Hey! Hallo! Ja, ze is super vrolijk. Maar ze wilde nog niet slapen. Ah, ik vind hem als contour wel heel fijn werken. Hij blendt mooi. Hij voelt zacht. Hij is wel wat poederachtig, dus als je met een kwast erin gaat. Maar ja, ik vind het wel ook niet te oranje. Hij is wel iets warmer als mijn normale contourkleur, maar ik vind het eigenlijk niet misstaan. Ik weet niet wat jullie vinden, maar nou ja, prima. En dan contour ik meestal ook een beetje hier op mijn hoofd. Zodat ik niet een heel hoog voorhoofd heb. Ja, hij is gewoon wel goed uit te blenden. Egaal. Zo vind ik hem toch wel wat warmer als ik hem zo op mijn voorhoofd zie. Ik moet het wel even goed uitblenden. Maar op zich prima. En wat ik dan ook altijd nog wel doe is een beetje zo op mijn slapen. Nou, je moet hem echt heel licht gebruiken. Want het pigment is hartstikke goed van de bronzer. En ik vind dat hij ook mooi blendt. Prima. Gaan we naar de highlighter. Daar gebruik ik even deze voor van Real Techniques. De Bold Metals nummer 300. En
als ik in de highlighter ga, kijk, die is ook wat harder. Er komt niet heel veel poeder van af. En dan doe ik die gewoon op de jukbeenderen. Ah, hij is wel heel mooi subtiel, moet ik zeggen. Ik vond hem als swatch niet fijn, maar zo vind ik hem wel weer. Even het Cupido boogje. Vind ik hem wel weer heel mooi eigenlijk. Grappig, want in de swatch voelt hij dan een beetje drogig. En vond ik hem niet echt zichtbaar, maar zo op mijn gezicht vind ik hem wel weer heel mooi en subtiel juist. Je ziet hem wel. Ja. Nou, ik vind hem hartstikke goed. De eerste indruk van dit Catrice Prep & Prime Professional Contouring Palette. Ik vind, je kan er goed mee contouren. De kleur is wel iets aan de warme kant. Als je hem swatcht, is hij heel zacht. En als je met je kwast erin gaat, wordt hij toch wel wat poederig. Juist omdat hij zo zacht is. Maar hij blendt wel gewoon heel lekker. En hij brengt ook egaal aan. Het is niet vlekkerig. En de highlighter vind ik in de swatch weer juist wat hard en droog voelen. Maar vind ik, als je met je kwast erin gaat, niet poederig. En hij geeft een hele mooie subtiele glans. Dus dit is echt een heel mooi contourpaletje. Ik zal de prijs even in beeld zetten, want ik weet het niet meer zeker. Maar ik dacht zo rond de 4, 5 euro. Gaan we over naar de blush, want ik moet natuurlijk ook nog een mooie blush op. En dit is dus het Blush Artist Shading Palet. En ik had de kleur 030, Rock and Rose. En ik vond, het zijn echt van die rooskleuren en dat vind ik heel erg mooi. Ik heb nu ook zo'n soort rooskleur op mijn nagels. Die is trouwens van Essence. Even kijken, hij staat hier nog, dus kan ik even de kleur noemen. Nummer 48, My Lovely Diary. En dat is echt een hele mooie, ja, een beetje oudrozige kleur. Ik zal eerst eens even gaan swatchen. De eerste kleur, dat is een beetje met een shimmer erin. Die heeft een iets meer bruine. Nou, hij voelt heel zacht. Het pigment is goed. Ja. Kijk, mooi kleurtje. Mooie glans, niet de middelste kleur. Die zal ik dan hierboven even swatchen. Die voelt ook wel heel zacht. Mooie intense swatch. Deze. En hij is inderdaad mat. Heel mooi. Wel heftig, dus voorzichtig mee doen. En dit is dus een soort highlight kleur. Die voelt weer ietsjes stroever aan. En zo. Ja, ik heb hem. Nee. In de swatch zie je hem niet zo goed terug. Ik zal hem even. Dit is echt meer een highlighter. Ik heb hem hier nu geswatcht. Hij komt heel licht uit. Ik dacht hij is toch nog wel roze, maar dat is niet zo. Dus ja, we kunnen hem zo gewoon even over de andere highlight heen doen. Ik begin even met de middelste kleur. Ik dip mijn brush erin. Hij wordt wel wat poederig, zie ik weer. Want je ziet misschien hier een beetje de losse poederstukjes liggen. Ik ga hem even aanbrengen op mijn wangen. Oh ja, nu vliegt de poeder ook in de rondte. Ik heb hem ook niet afgetikt, maar je kunt het even goed zien. Nou, de kleur is wel heel mooi intens. Komt er goed pigment vanaf. Hij is best wel heftig. Zie je misschien nu niet zo. De camera maakt altijd iets minder. Dus ik zet hem altijd iets meer aan. Maar als ik dan de straat op ga, dan moet ik hem toch een beetje meer. Anders zie ik er soort uit als een clowntje. Maar ik vind de kleur wel echt heel mooi frissig. Ja, prachtige kleur. Nou, ik zal even de andere er een beetje overheen doen. Die is gewoon wat, wat glanzender. Ook heel goed pigment. Ik lijk nu echt een beetje op een clowntje. Zo is het op het beeld niet, maar dan kunnen jullie het een beetje goed zien. Even goed vervagen. Nou, de kleuren zijn echt hartstikke mooi. Ik vind het echt een mooi ook voor het voorjaar. Lente, zomer. Lekker aanwezig. En de highlighter, die ga ik dan toch maar even weer met mijn kleine kwastje pakken. Dat is deze. Er zit ook, je ziet ook echt een beetje zilveren shimmers erin zitten. Dus een beetje koele highlighter.
We gaan een beetje zien of die een beetje opkomt. Ja, je ziet hem wel behoorlijk. Het is wel heel mooi om hem boven de blusje aan te brengen, moet ik zeggen. Ja, staat mooi. Ik vind de kleurenkeuze uit het paletje heel erg leuk. Je zou of die kunnen gebruiken. Ik heb ze nu over elkaar gedaan. Dan wordt het wel vrij heftig. Maar wil je een keer een matte blush, dan pak je die erbij. Dan kan je deze nog overheen doen als je wil. Dus dan heb je hier een mooie combinatie. Of je gebruikt een wat glanzender en de highlighter erboven. Ik heb nu die highlighter dus boven gedaan. En ik vind hem echt heel mooi. Ja, je ziet hem. Ja, je ziet hem zo wel hier. Het is een beetje wel een coole highlighter, dus dat moet je staan. Maar ik vind hem echt, ik vind dit ook gewoon een heel mooi paletje. Goed pigment, wel iets poederachtig op de blushes. Met name de matte blush vind ik wat poederiger dan de andere. En verder, de highlighter vind ik ook heel mooi. Ik dacht, het kan misschien toch als blush, maar het valt vrij weg op mijn huidstype. En als je een beetje een coole highlighter wil of nog niet had, want er zijn natuurlijk heel veel gouden highlighters de laatste tijd erg gehyped, zoals Soft & Gentle, Champagne Pop, dan is deze wel heel erg mooi als even wat anders. Ik vind hem heel erg mooi. Nou, dit is dus de uiteindelijke look geworden met het contour en het blushpalet van Catrice. Ik ben hartstikke onder de indruk van de producten. Ze zijn dus rond de 5 euro, maar dat zal ik even hieronder linken wat het kost, precies. Hou gewoon leuke acties van Catrice in de gaten. Dan kan je vaak tweede voor de helft van de prijs. Of ze hebben heel soms 2 voor 6 euro. Dan is dit ook een hele mooie combo om aan te schaffen. Je kan gewoon mooi contouren, maar je zou hem ook... Omdat de bronzer bijvoorbeeld niet heel erg cool is, zou je hem ook gewoon als all-over bronzer heel mooi kunnen gebruiken. Ik denk dat dat ook echt heel mooi staat. Dat zal ik ook eens een keer gaan doen. Ik vind het gewoon prima producten voor een prima prijs. En leuke producten erbij van Catrice. Duimpjes omhoog als je deze video leuk vond. Laat even weten of jij deze paletjes ook zou willen proberen. En laat vooral weten als je dat hebt gedaan wat jij ervan vindt. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. En vergeet je niet te abonneren als je dat leuk vindt. Doeg! Hey meis! Ja! Je bent een schatje, hè? Je bent een schatje? Ja! Ja! Hier lekker aan het spelen.